Dit is Lisa. Ze is verpleegkundige en moet voor het eerst bij een patiënt thuis een moeilijke wond verzorgen. En dit is Marius. Hij is mondhygiënist in een woonzorgcentrum. En hij vraagt zich af of een bewoner met een tandprothese naar de tandarts moet. Beide zorgverleners zitten even vast. Maar is dit echt zo? Wat als ze assistentie zouden kunnen krijgen zonder hun handen te moeten gebruiken? Als Lisa of Marius tegen een probleem aanlopen, hoeven ze niet alleen te zoeken naar een oplossing. Met een slimme bril op kunnen ze meteen hulp inschakelen. Ze kunnen alles wat ze zien vastleggen zonder hun handen te hoeven gebruiken. Bijvoorbeeld een wonde of een kunstgebied. Ze kunnen foto's maken en video's nemen en ze achteraf delen met een collega. Of zelfs beter nog, je kan live contact maken met de slimme bril met een collega vanuit de verpleegpost of het woonzorgcentrum. Zo hebben zorgverleners de juiste ondersteuning op het juiste moment. De zorgverlener met de bril op kan rechtstreeks spraak- en beeldverbinding maken met de specialist op afstand. Dit kan een medisch specialist zijn of een bezorgd familielid die graag de zorg mee opvolgt. En op die manier hebben we de juiste zorg op het juiste moment zonder onnodige verplaatsingen. De slimme bril zorgt ervoor dat zorgverleners, waar ze ook zijn, direct advies kunnen krijgen. En voor de thuiszorg helpt dit om tijd te besparen. Ook in ziekenhuizen kan de bril ingezet worden bij moeilijke situaties, om zo gespecialiseerde hulp op het juiste moment te krijgen. Daarnaast kan de bril ingezet worden voor studenten of nieuwe zorgprofessionals die hulp kunnen krijgen, real-time, van ervaren zorgprofessionals tijdens hun werk. De slimme bril opent een nieuw perspectief voor de toekomst van de zorg. En door die bril slim in te zetten, kunnen we ervoor zorgen dat bijvoorbeeld Lisa of Marius niet langer alleen staan voor moeilijke beslissingen. Ik ben zorgtechnoloog bij Artevelde Hogeschool. En samen met andere zorgverleners, IT-specialisten en ethici gaan we samen op zoek naar kansen in de zorg. Ben jij nieuwsgierig hoe de slimme bril jouw werk kan verbeteren en sta je open voor vernieuwing? Laat het ons weten. En dan kunnen we samen de zorg van morgen vormgeven.